aan het werk werd ik een keer gevraagd, kerst, is dit het belangrijkste feest voor jullie? Het belangrijkste feest komt volgende week. Maar ik vind dat eigenlijk feest wel, wel de denking die er heel dichtbij is, is Goede Vrijdag. Ik vind dat wij soms dat een beetje, ik wil het woord bagatellisering gebruiken, maar komt er dichtbij. Maar ik vind het een ontzettend belangrijke dag. Gethsemane, Goede Vrijdag. Die zijn ontzettend grote dagen. Want je moet niet vergeten, zonder die dagen hadden we geen Pasen. Jezus aan het Gethsemane was, toen is eigenlijk ons lot bepaald. Doordat hij zegt, hij zei het zelf ook. Hij zei, vader, is er geen enkel andere manier om dit te kunnen doen? Hij zegt, van, is er een andere manier om dit te doen? Uitweg. En de vader zei, nee, jij moet het doen. Zo moet het gebeuren. Want hij zag op naar het kruis natuurlijk. En het was niet het kruis per se. Ik geloof absoluut niet dat het lichamelijke speelde een hele grote rol. Want hij was in het lichaam en hij wist wat dat allemaal inhield. En hij wist wat hij zou meemaken. Die verschrikkelijke pijnen en die dingen die gebeuren. Maar ik geloof absoluut dat de reden waarom hij dat vroeg is omdat hij wist dat hij die grootste straf die ons was opgelegd, die moest hij meemaken. En dat was afscheiding van God. Van zichzelf, van God de Vader en God de Heilige Geest. En daar had hij ontzettend veel. Dat was eigenlijk het punt waarop hij zei van, is er een andere manier om dit te doen? En het feit dat hij ermee door is gegaan, vind ik dat wij de vrijdag echt moeten, ik kan dit woord vieren niet gebruiken hier, maar gedenken. Daarom wil ik jullie allemaal vragen, Goede Vrijdag is een heel belangrijke dag voor ons. Het is ontzettend belangrijk. Ik zeg niet Pasen dat niet is, dat is het ontzettend groot. Maar Goede Vrijdag is ook een heel, dan denken wij, dan voelen we echt, dat is die dag dat hij met ons meevoelt. Dat is de dag dat hij met ons meevoelt. Dat is de dag dat hij zegt van, ik wil niet dat zij dit meemaken, dus ik doe het. Hebben jullie wat ik probeer te zeggen? Het is een ontzettend belangrijke dag, Goede Vrijdag. En we hebben een hele, hele mooie, heel plechtige, mooie dienst. En het begint om 7:30. Het is niet heel lang, maar het is wel een hele mooie dag. Vandaag is Palmzondag. En er is veel gezegd over Palmzondag. Je hebt die Hosanna enzovoort. Maar ik wil vanmorgen eigenlijk gaan praten over wat dat eigenlijk inhoudt. Wat Palmzondag eigenlijk inhoudt. En we gaan zo direct even kijken. Vandaag is het heel erg makkelijk voor jullie. Ik weet dat jullie al je teksten opschrijven, maar vandaag is het heel erg makkelijk. Er zijn maar 2 teksten. Dus geen zorgen maar. Laten we even bidden. Heer Jezus, u bent in ons midden. U bent onze Heer, u bent onze God. En ik weet dat wij heel veel tekortkomingen hebben. Maar dat u ons houdt precies zoals wij zijn. Toch houdt u te veel van ons om ons zo te laten blijven. En ik dank u daarvoor. Dat elke dag moeten we opnieuw groeien, vallen en opstaan. Maar het belangrijke is opstaan. En wij danken u daarvoor, dat wij weten dat u hier in ons midden bent. En ik vraag dat ieder van ons dat mag beseffen, wat in het diepste van zijn wezen, haar wezen, dat u hier aanwezig bent. Ik dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Matteüs 21. Ik heb het vaker ook gezegd, ik heb het vaker ook een voorbeeld daarvan gebruikt. Ik weet dat er soms christenen zijn die alleen maar het Nieuwe Testament lezen. Als je dat doet, ga je God niet echt goed begrijpen. Het woord ook niet goed begrijpen, maar ga je Gods persoonlijkheid ook niet goed begrijpen. Want je moet niet vergeten, een heleboel dingen die in het Nieuwe Testament zijn, eigenlijk uit het Oude Testament komen. En als je ook kijkt, dan toen Paulus ging preken en de Petrus en Johannes en allemaal gingen preken, moet je niet vergeten, wat gebruikten ze? Het Oude Testament. Kan je ook zien in Handelingen 17, waar hij bij Berea komt, Bereanen, nadat hij uit Thessaloniki heeft moeten vluchten. Er staat daar, hij vertelde ze, hij ging naar synagoge, vertelde de Joden daar in de stad. En de Joden van Berea waren van een veel nobeler, van een veel beter, hoger karakter dan die van Thessaloniki daar. Alles wat Paulus zei, nagingen kijken in de geschriften om te zien of het waar was. Trouwens, toen Jezus sprak en het evangelie bracht, wat gebruikte hij? Het Oude Testament. Het Oude Testament is niet vervallen. Wij denken, Oude Testament, oké, je hoeft er niets meer mee te doen. Dat is niet waar. Het Oude Testament
en het Nieuwe Testament zijn eigenlijk één geheel. Het Oude Testament betekent, dit is waar het vandaan komt. Het Nieuwe Testament betekent, zo is het vervuld. Zo moet je naar kijken. Om God goed te kunnen begrijpen, moet je de hele Bijbel lezen. Trouwens, het is tamelijk interessant. Er zijn dingen in het Oude Testament die je niet gaat begrijpen als je het Nieuwe Testament niet leest. En je hebt dingen in het Nieuwe Testament die je helemaal niet gaat begrijpen als je het Oude Testament niet leest. Want soms lees je iets in het Oude Testament en het antwoord is in het Nieuwe Testament. Echt waar. Want je moet niet vergeten. Ik weet dat ze zeggen, oké, dit is door de Joden geschreven enzovoort. Voordat Jezus 400 jaar is afgesloten, voordat je 400 jaar voor Jezus kwam. Maar één ding moeten we niet vergeten. Het is door één persoon geschreven. Het is gepend door verschillende mensen, maar het is door één persoon geschreven, als je het even bedoelt. Goed. Matteüs 21. Ik lees vanaf vers 1 met 11. Toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg. Hey, daar kunnen we van meepraten, hè, Ferry. Dat was cool. We waren op de Olijfberg. Dat was echt heel was prachtig. Hè? Dus nu kunnen we het ook zien. Hè? We kunnen het zien ook. Ik vind het heel mooi. Toen zond Jezus twee discipelen uit tot wie hij zei, ga naar het dorp dat tegenover u ligt en terstond kunt u een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maak haar los, breng haar tot mij. En indien iemand u iets erover mocht zeggen, zeg dan, de Heer heeft ze nodig. Hij zal terstond terugzenden. Dit is geschied opdat vervuld zou worden. Geen gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg der dochters Zion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, op een veulen, op het jong van een lastdier. En nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hun had opgedragen, kwamen zij de ezel in en de veulen en zijn legden kleden erop en hij ging erop zitten. En het merendeel der schade spreidde hun kleren op de weg. Anderen sloegen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die hem volgden, riepen zeggende, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de hele stad in rep en roer en zeiden, wie is dit? En ze zeiden, dit is de profeet Jezus van Nazareth in Galilea. Nou, wat hij eigenlijk, ik ga een klein beetje achtergrond geven. En eerst was het namelijk zo dat in het oude Nabije Oosten, gedurende vredestijd reed de koning op een muildier of een ezel. Gedurende de oorlog op een paard. Dat is eigenlijk voor de strijd. Ook interessant is dat hij, wat de mensen deden natuurlijk, in die tijd was het ook natuurlijk als een koning kwam of zo, nam je kleding en dan legde hij het op de grond. Het was eigenlijk om hulde te tonen, dus eigenlijk om de persoon groot te maken. En je legde je kleren dan op de grond of en dan takken nemen en ermee zwaaien en op de grond leggen. Dat was allemaal om die koning hulde te brengen. Dat is gewoon een traditioneel ding dat ze dan deden. Maar je deed dat alleen voor iemand van een hele hoge, we zeggen van hoge adel. Dat was eigenlijk voor een koning deed je dat. Voor een regeerder, voor iemand die boven alles stond. Hij erkende hem als voor wie hij was. Ja? Nou, wat ik vanmorgen ga doen, wat wij vanmorgen gaan doen, we gaan kijken naar wat het Oude Testament hierover zegt. En dan gaan we dit allemaal netjes aan het einde zo bij elkaar zetten. Psalm, die wij dit gaan doen vanmorgen, hierbij gaan doen, Psalm 118. En wat ik gedaan heb, ik ben zo'n beetje gaan kijken naar het letterlijke ervan. Dus zet ik het hier en dan gaan we er samen naar kijken van hieruit. Want ik neem me niet kwalijk, maar ik ga het nog een keer zeggen. Als ik naar de Nederlandse vertaling kijk, soms worden de dingen weggelaten of het is onvolledig. Of het is niet op de juiste manier vertaald. Het weergeeft niet precies wat er gezegd moet worden. En dus heb ik dat wel gedaan. Ik heb de Engelse tekst genomen, ik heb de Hebreeuwse tekst genomen. Dit is een lofzang naar verlossing. Loof de Heer, want Hij is goed. Ja, zijn standvastige liefde houdt aan tot in eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen, zijn standvastige liefde houdt aan tot in eeuwigheid. Laat het huis van Aaron nu zeggen, zijn standvastige liefde houdt aan tot in eeuwigheid. Laat wie de Heer nu zeggen, uit de noodheid of de angst riep ik tot de Heer
En de Heer heeft mij geantwoord door mij te bevrijden. De Heer is met mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? De Heer is met mij. Hij is mijn helper. Ik zal in triomf op mijn haters neerzien. Het is beter bij de Heer te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter bij de Heer te schuilen dan op edelen te vertrouwen. Alle volken omringden mij, maar in de naam van de Heer heb ik hen neergehouden. Zij omringden mij van alle kanten, maar in de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Zij zwermden om mij heen als bijen. Zij stierven af als brandende doornen. In de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Ik werd teruggeduwd en zou bijna vallen, maar de Heer heeft mij geholpen. De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mijn redding geworden. Geroep van vreugde en overwinning weer klinken in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. De rechterhand van de Heer is omhoog geheven. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En uitroepen al wat de Heer heeft gedaan. De Heer heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Open voor mij de poorten van gerechtigheid. Ik zal daardoor binnengaan en dank brengen aan de Heer. Dit is de poort van de Heer, waardoor de rechtvaardigen binnengaan. Ik dank u, want u heeft mij geantwoord. U bent mijn redding geworden. De steen die de bouwlieden hebben afgewezen, is de hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarin verheugen. Och Heer, red ons. Och Heer, schenk toch succes. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis des Heren. De Heer is God en Hij doet zijn licht op ons schijnen. Met takken in de hand sluit u aan bij de feestelijke optocht naar de horens van het altaar. U bent mijn God, ik zal u danken. O mijn God, ik zal u verhogen. En dank aan de Heer, want Hij is goed. Zijn standvastige liefde houdt aan tot in eeuwigheid. Ontzettend mooi. Hier zien de link met Palmzondag. Oké? Ik ga zo meer daarover vertellen. Maar laten we even kijken. Dit allemaal. Dit is een psalm natuurlijk dat praat over verlossing. Uit moeilijke periode, moeilijke tijden. We moeten ook één ding begrijpen, is dat wij problemen gaan hebben in deze wereld. Er gaan dingen met ons gebeuren, geestelijk, lichamelijk, we worden aangevallen van alle kanten. Onze lichamen vallen af, breken af. Er gebeuren dingen en dan zeg je af, waarom gebeurt dat met ons? Er staat bepaalde dingen toe en je moet niet vergeten, er kan niet met ons gebeuren dat de Heer niet toestaat. Niet. Stel ik op één ding neer om Hem te vertrouwen. Nee, niet altijd. Maar wat is ons motto hier? Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En steun niet op uw eigen inzichten. Zal uw paden uw pad recht maken. Spreuken 3 vers 5. Hij zal hem in volmaakte vrede houden. Die standvastig is, want hij vertrouwt op u. Jesaja. Het is niet makkelijk. Maar het komt eigenlijk hierop neer, is dat deze mensen... Toen Jezus binnenkwam, waren ze helemaal enthousiast. Waarom? Want hij had het gros van deze mensen waren door hem genezen. Ik las gisteravond ook weer dat Jezus kwam op verschillende plaatsen binnen en iedereen drong op hem af. Waarom? Alles wat ze hoefden te doen was één ding om genezen te worden. Wat was dat? Ze raakten hem aan. Moet je eerst geloven uiteraard. Precies. Maar ze zeiden dat ik hem alleen maar aanraak. En ze drong om hem heen om hem aan te raken, want kracht ging van hem uit. Dat staat in de Bijbel. Okay, hoeveel van ons zitten om Jezus heen te dringen om hem aan te kunnen raken, zodat we genezen kunnen worden? Ik neem me niet kwalijk, maar ik geloof dat dit de eeuw van Laodicea is. Het is de eeuw van Laodicea. De kerk van Laodicea. Weet je, herinner je nog wat hun grootste probleem was? Wat was hun grootste probleem? Lauwheid. Okay. God zegt, ik heb liever dat je heet of koud bent, maar lauw is verschrikkelijk. Weet je waarom lauw zo verschrikkelijk is? Weet je wat een synoniem voor lauw is in dit geval? Okay, maar er is een woord dat zelf werd gebruikt. De Bijbel zegt zelf ook, in Ezechiël, hij zegt,
Dit was de zonde van uw zuster Sodom, zegt hij tegen Israël, tegen Juda. Dit was de zonde van uw zuster Sodom. En dat begint, dan denkt iedereen natuurlijk aan seksuele zonde, maar dat is niet wat hij noemt. Weet je wat die zonde was? Ja, dat was een, ja. Maar dat, het was hoogmoed, begon het. Zonde waarop hij echt doelde was wat? Onverschillig. Oké? Okay? Dus onverschilligheid is een van de grootste zonden die er is. Zegt Jezus toch ook? Je kijkt niet om naar de wezen en je kijkt niet om. Dat is onverschilligheid. Oké? Okay? Die onverschilligheid die zo gevaarlijk is voor ons. En dat is de periode waarin de kerk op het ogenblik is. Onverschillig. We zijn zo bezig met ons eigen hachje, we zijn zo bezig met onze eigen gevoelens, onze eigen problemen enzovoort, dat we niet om ons heen kijken naar mensen die ook problemen hebben. Ik wil één ding zeggen, hier moet ik één ding zeggen. Ik heb ook mensen meegemaakt die zeggen, ja, ik heb grote problemen enzovoort, maar er zijn mensen die erger problemen hebben. Ja, maar dit is mijn probleem, begrijp je wat ik bedoel? Jou hoeft je probleem niet te bagatelliseren, alleen maar omdat iemand een grote probleem heeft, toch? Als je goed kijkt naar de psalmen, zegt David ook, ja, ik heb dit probleem, ik heb dat probleem. Hij zegt, elke keer brengt hij het weer bij de Heer. Trouwens, er staat in de Bijbel, de problemen van de rechtvaardigen zijn vele. Maar de Heer redt hem uit alle. Oké, als je een probleem hebt, breng het bij de Heer. En bid in de tussentijd ook voor de problemen van andere mensen. En dat is eigenlijk waarom het zo gevaarlijk is geworden in deze tijd in de kerken. In de gemeentes. Ze zijn allemaal bezig met hun eigen hachje. Ze zijn allemaal bezig om, en ik zie dat echt in veel kerken gebeuren, is die hoogmoed. Ja, men heeft gelijk. De grootste zonde, punt uit, is gewoon hoogmoed. En daaruit komt die onverschilligheid en enzovoort. Ja? En daar moeten we voorzichtig mee zijn. En dat is wat eigenlijk ook hier aan het spelen is. Ja, is dat deze mensen zagen tegen hun koning en ze boden iets van deze koning hebben. Maar wat hij hen eigenlijk aanbood, was niet precies wat ze wilden. En zie je, dat is ook het probleem dat wij hebben met God. We zeggen van tegen de Heer, wij willen dat u ons helpt. Hier is de lijst hoe u het moet doen. Als je goed naar de Bijbel kijkt, staat er de hele Bijbel van Genesis tot Openbaring staat er. Vooral dat de Heer zegt, ik zal je helpen, ik zal je helpen, ik zal je helpen. Het enige dat wij mee moeten hebben, is dat het nergens staat hoe. Er staat nergens hoe hij het gaat doen. Oké? Okay? Weet je waarom? Hij is een persoonlijke God, hij doet het op zijn manier. En ik ga je één ding zeggen, uit ervaring, gaan heel lang met de Heer meegaan, zijn manier is altijd de beste. Want wij zien dat op dit vlak, maar hij ziet het van overal. Hij ziet het niet alleen van boven, hij ziet het ook niet van links of rechts, of oost of west of noord of zuid, of onder of boven, hij ziet het ook door de tijd heen. Dus hij kijkt niet alleen naar dit, hij kijkt naar de hele periode. Maar laten we even naar deze tekst kijken. Dit is heel belangrijk voor ons. Voor ons als christenen is het heel belangrijk. Waarom moeten we de Heer loven? Want zijn standvastige liefde, standvastig betekent, het is niet om ver te krijgen. Zijn standvastige liefde houdt aan tot in eeuwigheid. Het stopt niet. Wat moet Israël daardoor zeggen? We loven God, want hij is goed. Ja, zijn standvastige liefde is eerlijk. Israël moet zeggen, zijn standvastige liefde houdt aan tot de eeuw. Het huis van Aaron. Het huis van Aaron wordt hier apart genoemd. Weet je waarom dat is? Wat is het huis van Aaron? De priesters, de dienaars. Oké? Okay? Zal ik jullie wat vertellen? Tuurlijk dat jullie het huis van Aaron zijn. Want er staat toch in Petrus. Wij zijn een heilige natie, een koninklijk priesterschap. Wij zijn allemaal priesters van de Heer. En wat moeten wij zeggen? Zijn standvastige liefde gaat aan tot een eeuwigheid. Laat zij die de Heere vrezen. Vrezen betekent hier niet bang zijn. Het Hebreeuwse woord yira betekent van een meer een gevoel van wauw. Dat is wat het eigenlijk betekent. Een diep ontzag. Je kijkt naar die persoon en zegt wauw. Dat is wat het hier bestaat. En allen die de Heer vrezen zeggen, zijn liefde houdt aan tot een eeuwigheid. En kijk. Vaak hebben we angsten en we benauwdheden, waar of niet, toch? En dan kijk je naar de week en dan kijk je naar de periode, kijk je naar morgen en zo, geweldig en zo. Maar je weet toch wat ik vaker zeg? Vandaag is de morgen waar je gisteren zorgen over maakte. Grootste van die dingen gebeuren niet. Ik geloof vaak dat wij onze eigen gevangenis van angst maken. Gewoon loslaten. Want er kan niets met ons gebeuren dat de Heer niet toestaat.
En dan zegt hij hier, de Heer is met mij, ik zal niet vrezen. Wat zou de mens mij aan kunnen doen? Met mij, hij is mijn helper. Zie je wat hij zegt? Hij zegt niet, ik hoop dat de Heer bij mij is. Hij zegt, de Heer is met mij, ik zal niet vrezen. De Heer is met mij, hij is mijn helper. Het is beter bij de Heer te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Mensen kunnen je zeggen, ze kunnen wie dan ook niet kunnen zeggen, ik ga dit voor je doen, ik ga dat voor je doen enzovoort. Maar dan vallen ze dood neer of ze worden ziek of zo. Ze kunnen ze niet helpen. Toch? En dan kan je zeggen, dan ga ik naar de koning en dan ga ik naar de regering, dan ga ik die vragen om me te helpen. Toch? Dat heeft eens gezegd, de grootste leugen ter wereld is. Ik ben van de regering, ik ben hier om je te helpen. En dan zegt hij, volk omringden mij, maar in de naar van de Heer heb ik me neergehouden, dus heb ik ze weggedaan. Ze omringden mij, okay? Ze omringden mij van alle kanten. Ze zwermden om mij heen als bijen, maar stierven af als brandende dorens. Ik werd teruggeduwd. Zie je? Soms word je teruggeduwd. Je bijna valt, maar de Heer zal niet toestaan dat je valt. En als je valt, zal hij niet toestaan dat je blijft liggen. En wat staat er hier? Ik vind dit zo'n mooie uitspraak van vertrouwen. De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mijn redding geworden. Hij is mijn kracht en mijn lied. Okay? De Heer danken. Geroep van vreugde en overwinning. We klinken in de tenten van de rechtvaardigen. Als we echt God beginnen te zien, waar we ze op hebben gehad, door die ogen, door die bril, dat zijn alomvattende karaktertrekken, eigenschappen van God, waar we het hebben gehad de laatste weken, van compassie, van vergeving, van liefde, van nederigheid. Als we dat echt zien, dan heb je echt reden om vreugde en overwinning liederen te zingen. Ja? Waarom? De rechterhand, in de oude nabije oosten betekent de rechterhand kracht. Want dat gebruikt hij. Hij zegt, en kijk wat er staat, ik zal niet sterven, maar leven. We kunnen niet meer sterven. Omdat Jezus dat gedaan heeft voor ons. En kijk, hij zegt, de Heer heeft mij zwaar gekastijd, hij heeft me zwaar gedisciplineerd. Maar hij heeft me niet weggedaan. Dus open die poorten van gerechtigheid. Zie je, Jezus kwam door de poorten van Jeruzalem heen, de poorten van gerechtigheid. En hij zou binnengaan en wat doen? We gaan de Heer loven en prijzen. Zoals we vanmorgen hebben gedaan. Hij zegt, dit is de poort waar de rechtvaardigen doorheen gaan, de poort van gerechtigheid. Daardoor gaan wij binnen. Die gerechtigheid die alleen door Jezus Christus kan komen. En dan zegt hij, zie je, een dank uit zeggen. Ik dank u, want u hebt mij geantwoord. En u bent mijn redding geworden. Ik dank u, want u bent mijn redding geworden. U heeft mij geantwoord. God zal je altijd antwoorden. Waar wij soms moeite mee hebben, is dat God soms nee zegt. En daar hebben wij moeite mee. Ik zal je één ding vertellen, hij antwoordt altijd. Als wij het antwoord niet leuk vinden, zeggen we, hij heeft niet geantwoord. Ik dank u dat u mij geantwoord heeft. U bent mijn redding geworden. En die steen die de bouwlieden hebben afgewezen, is de hoeksteen geworden. Dat praat over Jezus, dat werd in het Nieuwe Testament ook gezegd. Hij kwam daar binnen en ze hebben hem afgewezen. Maar het Koninkrijk van God, het gebouw van het Koninkrijk van God, is gefundeerd op deze hoeksteen. En wat is die hoeksteen? Jezus Christus is de Zoon van de Almachtige God. Dat is hoeksteen. En dit is een lied dat we vaak zingen, toch? Of vaak we zouden moeten zingen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij heugen en ons daarin verheugen. Laten we ons juichen en daarin verheugen. En dan zegt hij hier op een gegeven moment, och Heer, red ons. Och Heer, schenk toch succes. Het Hebreeuws, red ons, is als volgt. Hosihana. Hosiha betekent red. Na betekent nu. Dus letterlijk vertaald betekent Hosanna, red nu. Oké? Okay? Hosiha. Is die naam jullie bekend voor? Wie is dat? Pardon? Ook, maar Hosea. Is Hosea. Hosea betekent red, dat is de profeet. Yeshua betekent Yahweh red. Joshua of Yeshua. Alle die Jeja of Jood namen zijn wat ze noemen Yahweh namen. Johanan is Johannes, betekent Yahweh is genadig. Nathan betekent geeft, Jonathan betekent Yahweh geeft. Okay. Dus Hosea, red nu. Dus hij zegt, red nu. Dan zegt hij steeds hier, och Heer, red ons. Och Heer, schenk toch succes. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren.
Dat was het wat ze eigenlijk daar uitriepen. Gezegendheid die komt in de naam des Heren. Toen Jezus door die poorten heen ging, die poorten, want de koning der gerechtigheid gaat altijd door de poorten van gerechtvaardigheid. En wij zegenen u van het huis des Heren. Gezegendheid die komt in de naam, wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. En de Heer is God, hij doet zijn licht op ons schijnen. Wat doen ze? Zie, met takken in de hand sluit u aan bij de feestelijke optocht. Dit gaat over Palmzondag, deze hele... Naar de horens van het altaar. De horens van het altaar. In het oude, toen God ze vertelde dat ze dat altaar moesten maken, het offeraltaar, moesten ze 4 horens zetten natuurlijk op de hoeken. En die horens, en staat in 1 Koningen 1 kan je dat ook zien, waar de broer van Salomo zich vastklampte. Dus zij die zich vastklampt aan de horens van het altaar, dus als je daar kon komen, je hield die horens vast, kon je asiel krijgen. Dus het was een toevluchtsoord. Okay? Dus daarom staat er, met takken in de hand sluiten wij aan bij de feestelijke optocht, op naar de horens van het altaar, want daar ben ik geborgen. Daar ben ik veilig. En dan zegt hij hier, en zie, kijk, we lezen deze dingen wel, maar dit is niet wat je, dit is een uitspraak die je maakt. Je praat, is een uitspraak van zekerheid. U bent mijn God, ik zal u danken, mijn God, ik zal u verhogen, want u bent mijn God. Want als we goed om ons heen kijken, zijn er ontzettend veel goden. Wat van geld, van seks, speelt een vreselijke rol tegenwoordig, nog weer erger. Alles wordt verschillend. God van sport, toch? Het zijn alle soort goden. Nou, wie is onze God? Wat ook eigenlijk ook hier mooi is, en ik weet niet of jullie dit hebben gemerkt, ik hoop dat jullie het hebben gemerkt, hoe begint dit psalm? Hebben jullie gemerkt dat de psalm begint op dezelfde manier dat het eindigt? Loof de Heer, want hij is goed. Ja, zijn standvastige liefde houdt aan tot een eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen, zijn standvastige liefde houdt aan tot een eeuwigheid. Laat het huis van Aaron nu zeggen, zijn standvastige liefde houdt aan tot een eeuwigheid. Laat wie de Heere vrezen nu zeggen, zijn standvastige liefde houdt aan tot een eeuwigheid. Dat is 1, 2, 3 en 4, die versen. En vers 29, het afsluitende vers, zegt, breng dank aan de Heer, want hij is goed. En standvastige liefde houdt aan tot een eeuwigheid. Het begint en het eindigt met deze alomvattende stelling van zekerheid. En dit wordt ook door Jezus nogmaals beaamd en nogmaals benadrukt en nogmaals uitgesproken in Matteüs 28 vers 20. Waar hij zegt, en zie ik ben met u al de dagen tot het volleinding der wereld. Dus een uitspraak van zekerheid. Zijn standvastige liefde houdt aan tot een eeuwigheid. Dit verhaal dat we net hebben besproken is eigenlijk is een van de weinige incidenten in Jezus zijn leven dat voorkomt in alle evangeliën. Dus als we al die verhalen bij elkaar zetten, want je moet niet vergeten, één zegt dit niet en die ander zegt dat wel en zo, dan krijg je geen volledig verhaal. Als we al die verhalen bij elkaar zetten, wordt het heel duidelijk, heel snel duidelijk dat dit gaat om een zeer, zeer belangrijke gebeurtenis. En niet alleen voor de mensen van die tijd, van Jezus' tijd, maar voor alle christenen door de geschiedenis heen. Want hierdoor geeft Jezus publiekelijk aan dat hij de Messias is. De koning van Israël. Die tekst in Zacharia 9 vers 9 en 10 gaat hierbij in vervulling. En die tekst zegt het volgende. Jubel luide o uw dochter van Sion. Juich uw dochter van Jeruzalem. Zie uw koning komt tot u. Rechtvaardig en redding hebbende. Zo, dit is letterlijk wat er staat. Zie uw koning komt tot u. Sorry, ik ga nog een keer lezen. Vers 9. En jubel, luide uw dochter van Sion. Juich uw dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u rechtvaardig en redding hebbende, nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnen jong. Dan zal ik de strijdwagens uit Efraïm en de strijdpaden uit Jeruzalem wegdoen en de strijdboog zal worden gebroken. Hij zal de volken vrede verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de uiteinden der aarde. De rivier is de rivier Eufraat. Dat wordt altijd de rivier genoemd, de grote rivier, uiteinden der aarde. Dus het verhaal van de triomfantelijke binnenkomst is een van tegenstellingen. En deze tegenstelling bevatte
de toepassingen voor de gelovigen. Het is een verhaal over een koning die kwam als een nederige dienaar. Dus het verhaal van die triomfantelijke binnenkomst is eigenlijk een verhaal van tegenstellingen. Maar het bevat heel belangrijke toepassingen voor ieder van ons. En dat zijn zoals volgt. Het is een verhaal over een koning die kwam als een nederige dienaar op een ezel. Niet op een trots paard. Zacharia 9 vers 9 en 10. Dus het is een verhaal over een koning die kwam als een nederige dienaar op een ezel. Niet op een trots paard. Niet in adellijke kleding, maar in kleding van armen en ootmoedigen. Dus Jezus kwam niet om de macht te veroveren, zoals wereldse koning dat doen, maar hij kwam om onze harten te veroveren. Met liefde, genade, goedheid en zijn eigen offer voor zijn volk. Zijn koninkrijk is geen koninkrijk van legers of een koninkrijk van pracht en praal, maar van nederigheid en dienstbaarheid. Hij verovert geen naties, maar hij verovert harten en gedachten. Zijn boodschap is een boodschap van vrede met God, niet van een tijdelijke wereldse vrede. Jezus een triomfantelijke binnenkomst heeft gemaakt in ons hart. In onze harten regeert hij daar met vrede en met liefde. Als zijn volgelingen moeten we natuurlijk dezezelfde kwaliteiten uitdragen. Dat de wereld kan zien de ware koning triomfantelijk leeft in ons. Dat is Palmzondag. Palmzondag is een tegenstelling. Want de Romeinen natuurlijk, al die koningen kwamen met triomfantelijk binnen. Maar hij kwam niet binnen op een paard. Hij kwam binnen op een ezel. Hij kwam niet binnen met trots. Hij kwam binnen met nederigheid. Hij kwam niet binnen met overwinning van door een leger met haat. En omdat dat zo is, en omdat dat gebeurd is, en omdat Jezus dit heeft gedaan, kunnen wij met vastberadenheid uitroepen, zegend hij die komt, in de naam van de Heer. Vader, ik dank u voor uw woord en ik dank u voor wat u voor ons gedaan heeft. Maar ik bid dat wij, voor ieder van ons, ik bid voor mijzelf ook, Vader God, dat wij de poorten van onze hart openen, zodat die muildier onze harten binnen kunt komen. En dat wij dan kunnen roepen, Hosanna, dat wij kunnen roepen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dank u daarvoor. Ik bid voor ieder van hier vanmorgen, dat wij deze week naar Pasen toe, een hart van nederigheid, met een hart vol van belangen, met een hart vol van ootmoedigheid, met een hart vol van dankbaarheid, Goede Vrijdag en Pasen tegemoet kunnen gaan. Ieder hier vraag ik, Vader God, in Jezus naam. Wilt u gaan staan voor de zegen? Volk van God, de Heere zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Amen.